Het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing, NCCR, werkt met man en macht om de door wateroverlast getroffen gebieden in het binnenland te voorzien van noodhulppakketten. Het Matawai-gebied in het resort boven Saramaka, die het zwaarst was getroffen door wateroverlast, en verschillende dorpen aan de boven Tapanahoni en de Marowijnrivier zijn intussen voorzien van noodhulpgoederen. Het NCCR is momenteel bezig in het Paramakaans gebied met de distributie van pakketten. Thans worden voorbereidingen getroffen om de inheemse dorpen aan het zuiden van Sipaliwini te voorzien. Kolonel Jerry Slijngaard, coördinator van het NCCR, geeft in een vraaggesprek met de communicatiedienst Suriname de recente updates over de werkzaamheden met betrekking tot de wateroverlast in het binnenland. Ja, uiteraard bedankt voor deze gelegenheid. En het lijkt me goed om Suriname een soepholie toe te wensen op deze dag. De updates met betrekking de laatste keer dat wij inderdaad naar buiten zijn gekomen, is er een heleboel gebeurd. Ook in de distributie van noodhulppakketten die diverse richtingen zijn gestuurd. Wat wij dus toen hadden, is omdat het boven Saramaka gebied, eigenlijk resort boven Saramaka, en wij noemen het Matawai gebied, is het gebied van de Matuariërs, dat was als eerste getroffen en het hardst getroffen. Dus daarom hebben we toen de prioriteitsstelling volgens de NCCR-matrix, is toen begonnen met de distributie van noodgoederen, noodhulpgoederen aan het Matawai gebied. Daarna zijn wij overgegaan tot het distribueren van andere gebieden, met betrekking tot de noodhulpgoederen. En we zijn dus 2 dagen geleden zijn wij overgegaan tot de distributie van goederen, noodhulpgoederen aan boven Tapanahoni en eigenlijk de hele Marowijnrivier. Daar hebben wij dus een 750 pakketten voor bestemd. En we zijn tot op dit moment in staat geweest om 550 te transporteren. Daarvoor zijn er zijn wat foto's en wat filmpjes die eventueel waar de mensen dat zouden kunnen zien. We hebben vanaf gisteren tot vandaag zijn wij bezig geweest met het distribueren van noodhulpgoederen aan het Paramakaans gebied, dus het gebied van de Paramakaners. En we hebben dus ongeveer 350 pakketten zijn we bezig te transporteren en as we speak zijn we bezig om de pakketten over te laden aan de rivierzijde van Snesikondre. En dat gaat inderdaad, dat is op dit moment gaande. Ik moet wel zeggen dat bij de distributie zowel vanuit Albina naar het Tapanahoni gebied en vanuit Paramaribo, Mungo, Snesikondre, dat wij toch wel vrij veel, hurdles, hiccups hebben ondervonden. Niet alleen bij de logistieke werkzaamheden. We hadden tekort aan boten bijvoorbeeld. We moesten extra boten inhuren. We hadden tekort aan, we hebben vlees getransporteerd in de vorm van kippenboutjes, maar gelukkig hadden we koelfaciliteit op Albina om het op te slaan. Want dat was ook een van de bottlenecks om dus dat te brengen. Maar dat is gelukkigerwijs opgelost. En we hebben ervoor gekozen om de weg naar Snesikondre via, tenminste de hulpgoederen naar Snesikondre via de weg te laten gaan. En daar hebben wij erg veel, problemen ondervonden. Met de gesteldheid van de weg. De weg is zeer, zeer, zeer slecht begaanbaar. En zelfs de tonners van het leger, we hebben namelijk tonners van het Nationaal Leger gebruikt, en zelfs één van de tonners is vast komen te zitten. Dus het was weer een hele opgave om die tonner vrij te krijgen. Maar dat is op dit moment gelukt. En de mensen zijn dus nu bezig om de laatste pakketten uit te laden. En dan komen ze terug naar Paramaribo. Via Mungo. Welk gebied
van boven Suriname moet ik me voorstellen als Sneesikondre. Is het in de buurt van de Tapanahoni? Sneesikondre? Ja, Sneesikondre is de plek waar jij vanuit Mungo, als je bij de rotonde van Mungo bent, heb je de weg naar Lange Tabbetje. Ja, dus als je tegenover Mungo, in plaats van dat je naar links gaat naar Mungo, ga je rechts, is de weg naar Lange Tabbetje. En het einde van die weg, bij de Marowijnrivier, is het dorpje Sneesikondre. En dat is het gebied van de Paramakaners. Ja, dus Sneesikondre is eigenlijk een beetje precies tegenover Lange Tabbetje. Okay. Ja, en dus daar zijn de pakketten dus naartoe gegaan. Waar onze mensen nu mee bezig zijn. Verder hebben wij zijn wij bezig op dit moment met de planning om ook de boven, eigenlijk het zuidelijk gebied, de bovenlandse Indianen, om die nu te voorzien, omdat zij ook heel erg veel last hebben gehad van overstromingen. Daar is het water niet zo vreselijk hoog gekomen, behalve in Tippo, want Tippo is het water heel erg hoog. Daar zijn er ook foto's en filmpjes van. Maar we hebben dus inderdaad daar wordt op dit moment de voorbereiding getroffen. En met betrekking tot de Indiaanse dorpen, Tippo, je noemt hem even helpen hoor, Tippo, Palomue en Apetina. Daar gaan wij dus met het vliegtuig gaan wij dat bevoorraden. En gisteren is er eens een transport geweest waarbij onderwijzers die vanuit Tippo weg zijn gegaan, die zijn toen met de boot gebracht naar Palomeu en die zijn per vliegtuig opgehaald op Palomeu en naar Paramaribo gebracht. Dat is een van de bewegingen die heeft plaatsgevonden. We zijn op dit moment bezig dus om te kijken en we zullen hoogstwaarschijnlijk met Blueing morgen de operatie uitvoeren naar dus Palomeu om dus de dorpen Tippo en Apetina te kunnen bereiken. De volgende activiteit, dat gaat hoogstwaarschijnlijk, we proberen dus dat ook morgen uit te voeren, is dat wij gaan naar het bestuursresort Kuruni. En het bestuursresort Kuruni, dat bestaat onder andere uit de dorpen Sipaliwini, Kwamala Semutu, Kuruni zelf, Alalapadu, Amatopo. Dat zijn dus de dorpen die nu voorzien zullen worden, morgen voorzien zullen worden van voedselpakketten. Tegelijkertijd ook met andere noodhulpgoederen. Dat zijn dus de activiteiten die we morgen gaan doen. En als we dat hebben gedaan, als we dus ook de bovenland-Indianen en Indiaanse dorpsgemeenschappen hebben bereikt, dan hebben we eigenlijk alle stroomgebieden in het Sipaliwini-gebied hebben wij dan voorzien van noodhulpgoederen. Voor de eerste ronde, voor de eerste tranche. Oké? Okay? Er zijn nog wat zaken in het Para-gebied, dus in Para. En daar heb ik het eigenlijk over dorpen als Bigipoika, waar wij ook, dat is drie dagen geleden, hebben wij dus daar ook voorzien van noodhulpgoederen. En daar hebben wij dus een soort 75 stuks of zo hebben wij gebracht. En de bedoeling is dus ook dat wij ook de dorpen Tibiti en Alfonsdorp, dus moeten worden voorzien van noodhulpgoederen. Er zijn de weg naar Witagrong, die is zeer slecht. Een groot gedeelte van de weg is weggeslagen. Er zijn toch een paar auto's die hebben getracht om richting die kant op te gaan, maar ze zijn allemaal ondergelopen, et cetera. Dus daar moet weer een rescue missie komen om dat weg te halen. Maar er zijn dus inderdaad ook wel mensen gestrand. En we kijken nu dus wat wij eventueel zouden moeten doen om deze mensen te hulp te kunnen schieten. Verder hebben wij ook nog, even kijken hoor, dat is we hebben contact gehad met de districtscommissaris van boven, even kijken, is het de bestuursresort Kuruni, daar zijn we in afstemming mee. We hebben met de districtscommissaris van Nikeri, die heeft ons gemeld
dat het waterpeil in Nanny Swamp vrij hoog is op dit moment. En dat er, zelfs als het water met dit niveau blijft doorstijgen, dat er gekeken gaat worden naar de mogelijkheid om de schutsluizen, om een paar van de schutsluizen te openen, zodat een deel van het water kan doorvloeien. En de druk op de dam van Nanny Swamp, dat die druk een beetje wordt verlicht. Dus dat is een van de zaken die wij eigenlijk strikt monitoren. We hebben verder, met de districtscommissaris van Saramaca, hebben wij dus contact op dit moment. En praat ze als Calcutta en Yarikaba, die hebben wat, sorry, Criolla, die hebben wat last van wateroverlast. Het is nog niet heel erg. Er zijn twee gezinnen wel, omdat er water tot naar binnen is getreden, zijn twee gezinnen verplaatst naar familie. En we zijn op dit moment bezig met een operatie om richting Saramaca te gaan. En daar gaan wij zandzakken brengen, zodat de mensen de zandzakken kunnen vullen. Met medewerking met van de districtscommissaris zullen wij die zakken laten vullen. En de mensen kunnen dan die zakken plaatsen voor de deuren en voor de openingen van hun huis, waardoor dus het water niet vrij naar binnen komt en de mensen dus makkelijker kunnen leven. Eigenlijk is dat het verhaal dat wij tot op dit moment bezig zijn te doen. Elke dag komt er een klein beetje meer. En het is misschien van belang, omdat dit ook al in het nieuws is geweest, dat ik toch nog aangeef dat wij ook het stuwmeer van van Blommesteyn stuwmeer eigenlijk een heel grote hoogte heeft bereikt. En de werkhoogte van het stuwmeer, dat is 263 voet. Dus de mensen, en ik praat nu naar wat de deskundigen hebben aangegeven. Bij 263 voet, de maximale hoogte voor het stuwmeer, om dus de werkhoogte is maximaal 264 voet. Maar het water heeft nu al 263, zoveel bereikt. En dat betekent dat als het stuwmeer zich met dezelfde snelheid blijft vullen, dat er natuurlijk heel snel, en met heel snel, het begint reeds in die orde te gaan, zullen wij die ultieme werkhoogte van 264 voet boven NSP hebben bereikt. En dat betekent dus dat de sluizen, de spuisluizen, die moeten dan opengezet worden. Er is al een tijdje geleden dat Staatsolie begonnen is om de sluizen van de dam open te zetten. Ze waren begonnen met 3. Maar nu, vanwege het snelle stijgen van het water, is men al op 200, is men al op 5 sluizen. Dus alle 5 sluisdeuren zijn op dit moment open. Het heeft een consequentie namelijk voor de benedenloop van de Suriname rivier. En daar zijn er ook een aantal dorpen, zoals Klaaskreek en laat me zeggen dat soort dorpen. En die dorpen die dreigen dus onder water te komen, meer dan eigenlijk zou zijn gebeurd vanwege de watertoevoer die vanwege het openen van de sluis, de spuigaten, open is gemaakt. En we hebben dus in coördinatie met de districtscommissaris, in coördinatie met het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, in coördinatie met de dorpsleiding, het dorpsgezag, het traditioneel gezag, en in coördinatie met Staatsolie zelf, zijn we bezig dus reeds een plan uit te werken met de mogelijkheid om de mensen te ondersteunen wanneer het water zodanige hoogte heeft bereikt, dat ze dus inderdaad het bijvoorbeeld niet meer te houden is om daar zo te blijven. In dat kader heeft NCCR een aantal waterauto's reeds klaarstaan en flexibele watertanks, zodat mocht het zijn dat er dat wordt afgeroepen, dat wij dus in staat zijn om dat te kunnen doen. Precies zoals wij dat ook hebben gedaan bij niet zo lang geleden in Henaar, toen dus daar ook een probleem was met water, hebben we dus ook de voertuigen van NCCR en dat van het leger, die hebben dus daar ook een bijdrage geleverd. Dat geeft een
dat geeft een, laat me zo zeggen, een beeld van al de zaken waarmee we tegelijkertijd bezig zijn hier op NCCR. Dus, en dan is het misschien nog handig dat ik ook erbij vertel, dat wil ik ook zeggen, van de vorige keer, dat is ongeveer een jaar, precies een jaar geleden, hebben wij ook overstromingen gehad, ongeveer van dezelfde hoogtes. Maar wij hadden heel erg veel last van wateroverlast, ook in het kustgebied, ook in de kustvlakte. Gelukkig is dit tot op dit moment nog niet zo. Ik zeg misschien nog, maar is het niet zo. Maar we krijgen dus nu wel zo af en toe meldingen van Saramaka heeft last van water, Nikeri heeft last van water, et cetera. Dus we blijven het volgen. We blijven ons voorbereiden van mocht er iets zijn om daadwerkelijk de hulp te geven die nodig is om de mensen, in elk geval de geaffecteerden, de mensen die getroffen zijn, om die mensen inderdaad ook wel te helpen. Even kijken. Dat, ik denk dat dat de informatie is die ik op dit moment wil delen. Okay. Ik heb toen vraag, u sprak over de maximale werkhoogte van de van het meer. Van het meer. Ja. Ik probeer dat even goed te begrijpen. Werkhoogte van een meer. Ja, dus het is de lake level, dus het is de hoogte van het water in het meer. En voor de dam, het mag niet boven een bepaalde, je weet, die dam houdt het water tegen en het gaat het via turbines wordt die weggeloosd. Maar als dat water te hoog wordt, dan wordt de druk op de dam wordt te groot. En dat zou het problemen kunnen opleveren. Nou, van de deskundigen heb ik begrepen dat dat nooit zal gebeuren. Maar men houdt natuurlijk altijd rekening met zaken die toch nog gemitigeerd zouden moeten worden. En dat is dus. En ik ben geen deskundige op dat gebied hoor. Ik nog een keer, ik zeg na wat deskundigen hebben gezegd. Maar wij moeten rekening houden met calamiteiten die eventueel zouden kunnen ontstaan. Om met, hoe heet het? Vanwege welke omstandigheden dan ook. En dat is wat wij ook doen. Okay. Dus als ik alles goed begrijp. Is er geen daling van de waterpeilen in het binnenland, waardoor er nu in de kustvlakte een dreiging is? Nou, kijk, omdat in het binnenland hoger is dan het kustgebied, heb je altijd een flow van water van zuid naar noord. Dat heb je altijd. Als er veel regens vallen, en we hebben dit keer gehad dat er veel regens zijn, omdat eigenlijk we nog in de kleine droge tijd zouden moeten zitten. Maar er is zoveel regen gevallen in de kleine droge tijd, dat de grond verzadigd is, dus hij kan niet meer als een soort spons functioneren. Waardoor dus als de regentijd aanbreekt, echt gaat aanbreken, en meestal is dat in eind april, mei, dan krijg je dus dat de grond is verzadigd, en dan elke grote regenbui of elke bui, die gaat ervoor zorgen dat het water sneller gaat stromen. Dus wij moeten daar heel erg op bedacht zijn. En dan gaan we dus krijgen dat hoogstwaarschijnlijk in het binnenland meestal eerst, vooral met de verplaatsing van de ITCZ, dat is de intertropische convergentiezone, die brengt altijd veel regen met zich mee, veel water. Er is een fenomeen dat ze noemen La Niña. We zitten nu ook in het La Niña-fenomeensperiode. Dat geeft ook aan dat er veel water gaat zijn. En al deze factoren gezamenlijk, die zorgen natuurlijk ervoor dat we veel water hebben daar in het binnenland. En we moeten wel zeggen dat in de afgelopen tijd, in de afgelopen dagen, wij op diverse plaatsen die onder water zaten in het zuiden, dat nu het waterpeil bezig is te dalen of reeds tot acceptabele proporties is teruggezakt. Dus een aantal van de plaatsen is het water al gedaald. Een aantal plaatsen, dat is nu nog onder water. En plaatsen die dus dicht bij de kust zijn, die beginnen nu ook verhogingen te vertonen. Maar ik heb al een beetje uitgelegd hoe dat komt. Omdat komt dat het water dus van zuid naar noord overgaat. Dus dat is dan zoals wij het fenomeen volgen. Ja,